Goedenavond. Hi hoor. Hi. Ja, ik ben, dat spreekt voor zichzelf, Ivar. Nice leading you, zegt ze dan in het Amerikaans. Ah ja, natuurlijk. Zullen we zitten? Ja, echt wel. Ja? Zie je wel een lekker plekje. Ik weet niet wat je zelf lekker vindt, Chip. Ja, het maakt mij niet uit, joh. Ik ben alles gewend. Ik heb 20 jaar op straat gewerkt, dus. Oh, oké. Okay. In Amsterdam. Dus dan ben je. Dan maakt het niet zoveel uit. Ja. En waar heb je behoefte aan? Is het dat jij nu zegt, nou ja, ik wil gewoon. Ik heb er tegen aangehikt en nu wil ik het wel met iemand hebben over wat ik heb meegemaakt. En wat dat voor invloed op mijn persoon heeft gekregen en gehad. En nog gaat krijgen misschien. Ik kom nu toch tot de conclusie dat er wel iets aangedaan moet worden. Want anders dan gaat het echt niet de goede kant op, denk ik. Met mijn gezondheid. Nou, als je toch te vaak gespannen bent, is het niet goed voor je. Of te snel, als je dan geprikkeld bent, dan merk je toch dat je sneller geprikkeld bent. Omdat er toch ergens iets zit. En ik kan er zelf gewoon niet bij. Dus toen dit programma daadwerkelijk liet zien wat het was, had ik het idee van, oké, okay, en ik reageerde van iets er ook zo serieus, van ik kon echt van oké, okay, echt waar. En toen verder deed ik niet veel mee. Toen daarna was ik op de zaak aangekomen en ging ik even op een bankje zitten daar, we hebben een comfortabele bank daar, en ik ging even bellen met mijn beste vriendin. Ja, dat is tevens ook mijn ex, maar ik ben gewoon hele goede vrienden met haar gebleven. Ja. Ik ben erop, ik vertel alles en op dat moment waar ik het wil gaan vertellen, gewoon stort, de dam die brak gewoon. Yeah. Ik denk zeker wel 5 minuten of zo, gewoon huilend aan de telefoon gezeten en elke keer herhalen, want het kan toch niet waar zijn. En dan merk je toch, want dat er toch een soort van rem op zit. Ja, yeah. Waar kom je vandaan? Wat voor gezin? Ik kom vanuit Rotterdam en ik kom van, als je het een gezin kan noemen, uit een gebroken gezin, thuis, weet ik wat allemaal. Oké, okay. Hoe jong was je toen je naar een thuis ging? 10. 10. Eind van mijn 10e jaar ergens ongeveer. Ja. Ja. En dat heb ik 6 jaar lang. En dat was omdat je ouders gingen scheiden? Dat was daarvoor zelfs al. Was daarvoor al? Toen ik ongeveer een jaar of 1 was, plus minus, gingen ze uit elkaar. Oké. Okay. Weet ik niet veel van natuurlijk, want ik was net 1. En, ik heb alleen van horen zeggen. Ja, ja. Wie krijgt de kinderen toegewezen? Je moeder? Mijn moeder. En die is uiteindelijk naar Amerika gegaan voor meerdere redenen. En onder andere daarvan was de liefde. Ze had iemand ontmoet. Een Amerikaan. Ja, die ze al een tijdje kende. En, dus een hoop verhaal over van andere mensen. Ik weet zelf niet feitelijk wat er toen gebeurde. Ik was 10. Ja. Ik weet alleen dat ze weg was en de redenen en wat dan ook. En waarom ik niet mee kon, dat is allemaal speculatie. Want ik kan wel op een ding opnoemen, maar daar word ik zelf niet meer van. Normaal gesproken zou een moeder zeggen, je neemt je kind mee, maar dat is niet gebeurd. Nee, ik heb wel dingen van haar gehoord en dingen van mijn vader gehoord en van mijn opa. Want toen je moeder verhuisde naar Amerika, toen ging je terug naar je vader? Nee, hij was toen de tijd niet in staat om mij, voor mij te zorgen. Okay. Tenminste, dat heb ik ook gehoord dan. Ja. En waarom niet eigenlijk? Wat was er met hem? Ja, dat ben ik later een beetje meer achtergekomen wat er mogelijk speelde. Ja. Toen de tijd had ik begrepen dat hij te veel bezig was met zijn werk. Alleen later kwam ik erachter dat hij wel eens probleempjes had met verloedering, alcohol en dat soort dingen. Okay. Dus, maar ik weet niet of het toen ook al speelde, maar... Nee. Was je eenzaam, wel eens? Ja. Dat was mijn grootste... Grootste probleem, ja. Dat was mijn grootste zorg. Eenzaamheid, alleen is hetzelfde eigenlijk. Je had zoveel mensen om je heen, maar eigenlijk was je nog steeds gewoon jou. Alleen. Ja. Eind volgende maand, begin de maand erop, naar mijn moeder op visite. Kijk. Naar Texas. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Ik zit daar echt de hele keer positief naar uit te kijken. Van, ga. Ja, en hoe lang is het geleden dat je moeder gezien hebt? 2010.